Ik begin daarom graag met Saba, de unspoiled queen, zoals we ze noemen. En dat is volgens zelfs de minister-president misschien wel de meest perfecte gemeente. Als kleinste eiland heeft Saba ook hele grote ambities. In het coalitieakkoord wordt bijvoorbeeld dan erkend dat de gemeente de eerste overheid is. En de lokale overheid heeft keihard gewerkt. Er zijn tegelijkertijd wel groeiende frustraties en de lokale politiek weet niet of ze het beleid vanuit Den Haag kunnen blijven verdedigen. Saba heeft zijn financiën op orde, maar ze is niet in staat om de begroting sluitend te krijgen, zonder dat de reserves worden aangewend. Een school kan niet worden gebouwd, heb ik begrepen. En Saba denkt zelfs ook weer om de achterhaalde vuilverbranding weer toe te passen in plaats van te scheiden. De vrije uitkering is volgens mijn partij dus simpelweg te laag. En voorzitter, daarom mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is wat haar motto betekent voor Saba. Kan het bestuur op ons rekenen als het gaat om het gat van 1,5 miljoen dollar die gedicht moet worden voor Saba? En ik hoor ook graag wat de aanpak van de staatssecretaris is met betrekking tot de besteding van de 30 miljoen extra structurele middelen. D66 wil namelijk dat ook andere departementen kunnen bijdragen aan het wegwerken van de achterstelling. En voorzitter, dan wil ik graag overgaan naar Stacia as we preciously say, so to speak. We hebben burgers net actief opgeroepen hun stem uit te brengen, want democratie is een groot, maar ook kwetsbaar goed, zien we nu ook hier in Europa. In 2018 kwam er vanuit Den Haag een bestuurlijke ingreep. De wet herstelvoorziening in Sint-Eustatius eindigt in 2024 en van de vier zit Stacia nog steeds in fase 2.0. En eind vorig jaar liepen de onderlinge spanningen over de routetijdtabel eigenlijk behoorlijk toe. Voorzitter, we willen vertrouwen in de politiek natuurlijk juist versterken. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ook denk ik ook aan mijn grootouders uit de voormalige koloniën, waarvoor het algemeen kiesrecht in 1919 niet in werking trad. Daarom graag een reactie van de staatssecretaris wat er qua capaciteit en bevoegdheden sinds ons laatste debat van bijna een jaar geleden is veranderd. Hoe de mediation verloopt en of eigenlijk de wet het spanningsveld verder in de hand werkt.